Welkom bij de tweede video in deze serie Rijk worden in 8 stappen. In deze tweede video gaan we dus ook de tweede stap behandelen. De tweede stap is door doelen op te gaan stellen. In deze video gaan we kijken waarom je doelen moet op gaan stellen en hoe je dat moet gaan doen, zodat je een goed doel formuleert waar je later naartoe kunt gaan werken. Zoals gezegd is dit de tweede video. Als je de eerste video niet hebt gezien, zou ik zeker aanraden om die even te gaan kijken. En dan zal ik hier links een video of een linkje plaatsen naar deze video. In deze video had ik het gehad over stap 1, het gebruik maken van een budget. In die video behandelen we het wat, waarom en hoe je een budget gebruikt. En kijken we eigenlijk naar waarom je nou een budget gebruikt. Nou, dat is eigenlijk omdat je met een budget een planning maakt. En die planning kun je gaan gebruiken om je toekomst te gaan uitstippelen. Deze video gaat dus verder op die eerste video, want in video 1 maken we eigenlijk een planning en een overzicht van je situatie. En in deze video gaan we doelen opstellen op basis van dat budget, op basis van hoe jij je toekomst wil gaan plannen. Dus ga zeker even de eerste video kijken voordat je met deze video verder gaat. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en met een passief inkomen kijken we dan naar hoe je financieel onafhankelijk kunt worden door middel van een passief inkomen. Oftewel, hoe je miljonair kunt worden en geld kunt verdienen terwijl je slaapt. Is het nou een onderwerp dat je leuk vindt en interessant vindt en meer video's over wilt zien? Zorg er dan voor dat je onder deze video abonneert op het kanaal. Dan mis je in ieder geval nooit meer een video in de toekomst. En dan gaan we nu weer snel terug naar het onderwerp van vandaag. Zoals gezegd heb je in de eerste video nou een budget gemaakt en je hebt daardoor eigenlijk een overzicht van je situatie nu, maar je kunt een budget dus ook gebruiken om te gaan plannen voor de toekomst. Je kunt kijken wat als er gaat veranderen iets aan mijn inkomen, wat als ik mijn uitgaven anders ga indelen, dat ik meer kan investeren bijvoorbeeld, hoe gaat mijn vermogen zich dan ontwikkelen in de jaren die er gaan komen. En met al die informatie die je daar hebt, kun je op dit moment gaan kijken naar de toekomst en welke doelen je dan voor jezelf wilt gaan stellen. Doelen zou ik zelf omschrijven als meetbare situaties in de toekomst. Dus iets waar je naartoe kunt werken en waar je ook kunt meten, zodat je weet dat je iets, een doel behaald hebt of een doel niet hebt behaald. Een goede manier om doelen op te stellen is volgens de SMART-methode. Elke letter in SMART staat voor iets waardoor je een doel kunt meten of waar een doel aan moet voldoen. En op die manier, als je aan al die 5 letters voldoet, is het 5 letters? Ja, het is 5 letters. Dan weet je eigenlijk zeker dat je in ieder geval een goed doel hebt geformuleerd. Zullen we gewoon als voorbeeld nemen deze serie, Rijk worden in 8 stappen. Daar kan ik eigenlijk al vrij snel zeggen dat, hoewel het een heel leuke titel is, hij niet smart is, omdat je hem eigenlijk niet kunt meten. Dat is in dit geval door het woord rijk. Want rijk kan voor mij iets anders betekenen dan voor jou. Stel, ik vind mezelf rijk als ik 250.000 euro op mijn rekening heb staan. Jij vindt jezelf rijk als je 1 miljoen euro op je rekening hebt staan. En omdat dat woord dus eigenlijk al voor ons allebei een andere betekenis heeft, is het doel voor jezelf al niet smart en dus niet goed, zou ik zeggen. In ieder geval, je kunt het verbeteren. Laten we daarop houden. Laten we dus even gaan kijken bij de eerste letter, de S. Deze staat voor specifiek. Je wil dus zorgen dat je je doel specifiek formuleert, zodat het eigenlijk duidelijk voor iedereen is waar het over gaat. Een woord zoals rijk zou dus misschien verwarring kunnen veroorzaken. Ten eerste omdat het voor ons allebei iets anders betekent. Maar het tweede, wat het ook mee te maken heeft, en dat is eigenlijk meteen de tweede letter, de M. Het is niet meetbaar. Een woord als rijk, ja, zoals gezegd, voor mij is het 250.000, voor jou is het 1 miljoen misschien. Is moeilijk meetbaar omdat het voor ons allebei is. Al is het bedrag zelf, die 250, die is wel meetbaar, of die miljoen. Een betere titel zou dus eigenlijk misschien zijn geweest miljonair worden in 8 stappen. Dat heb ik dan toevallig niet gekozen omdat rijk worden, ik denk, meer op gezocht wordt op YouTube. Maar zodra je zegt miljonair worden, dan is het redelijk simpel voor jezelf om te zeggen, ja, een miljonair, 1 miljoen, dat is gewoon meetbaar, dat is voor iedereen hetzelfde. Dat is een 1 met 6 nullen. Daar is eigenlijk niks over te zeggen. Daardoor wordt het gewoon direct specifiek, maar ook direct meetbaar. De volgende letter, de A, die staat voor acceptabel. Dat wil zeggen dat het doel acceptabel is voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen of waarmee je samenwerkt. Stel je wil een doel gaan opstellen, laten we zeggen voor mezelf een doel opstellen. Miljonair worden wil ik voor mijn 40ste. Dan kan ik natuurlijk wel een doel op gaan stellen, maar als ik zelf in de bijstand zit en ik daardoor geld van de mensen om me heen op een of andere manier zou gebruiken, of de uitkering van een vriendin of vrouw, noem maar iets, daarin zou betrekken, dan is het voor mij misschien acceptabel, maar voor de mensen om me heen niet. En dat zijn dus eigenlijk de mensen die betrokken zijn bij jouw doel. Dus dat kan een vriendin zijn, een vrouw, kinderen, noem maar op.
Dus het moet eigenlijk ook voor iedereen die daarbij betrokken is acceptabel zijn. En iedereen moet zijn eigen achter dat doel kunnen vormen. Of in ieder geval jou helpen om dat doel te bereiken. Dus als je zeg maar in de bijstand zit en je wilt miljonair worden in 10 jaar tijd. Dat zal waarschijnlijk niet gaan werken. Zeker niet op eigen kracht. Dus dan zal het waarschijnlijk voor mensen die er betrokken bij zijn niet acceptabel zijn. En eigenlijk direct gaan we dan kijken naar de R van SMART. Die staat voor realistisch. In zo'n geval is het ook gewoon helemaal niet realistisch. Met de bijstand, ik weet niet wat je ongeveer verdient, maar laten we zeggen 1000 euro in de maand. Dan is het niet realistisch om in 10 jaar tijd 1 miljoen euro te gaan opbouwen, te gaan verdienen. Het zou realistischer zijn als je een salaris hebt van 100.000 euro, dat je dan over 10 jaar heb je 1 miljoen verdiend, maar dat je ook 1 miljoen hebt kunnen overhouden door investeringen bijvoorbeeld. Dat is een stuk realistischer. En dan komen we eigenlijk meteen uit bij de laatste, de T. De T staat voor tijdgebonden. Zoals je misschien al hebt horen zeggen, heb ik het al over op mijn 40ste of over 10 jaar dingen die je ook weer niet alleen is dan het bedrag meetbaar. Stel je, ik wil miljonair worden voor mijn 40ste, dan is het bedrag meetbaar, maar ook de tijd is meetbaar, omdat je ja, voor je 40ste, dat is gewoon een makkelijk meetbaar punt. Je weet wanneer je 40 wordt. Dus eigenlijk wil je zeggen, als ik op mijn 40ste, als het moment dat ik 40 word op die verjaardag, nog geen 1 miljoen euro heb als vermogen heb, dan heb ik eigenlijk niet mijn doel bereikt dat ik had willen bereiken. En is dus eigenlijk een doel een beetje mislukt. Of heb je in ieder geval je best gedaan, maar is het niet gelukt. Dat kan natuurlijk ook altijd zijn dat je door omstandigheden het doel bij moet stellen. Dan kun je bijvoorbeeld uitstellen. Maar dat zou ik dan alleen in uitzonderlijke gevallen doen. Maar in ieder geval, de laatste letters is tijdgebonden. En dat kan voor iedereen anders zijn. Je kunt zeggen, over zoveel jaar wil ik iets bereiken. Op die leeftijd wil ik iets bereikt hebben. Er zijn dus verschillende mogelijkheden hoe je tijd wil verdelen. En dat is helemaal afhankelijk van hoe jij je doel opstelt. Misschien wil je niet miljonair worden, maar wil je 100.000 euro op de bank hebben staan. Heb je een hoog salaris, dan doe je dat misschien 1 jaar over. Heb je een laag salaris, doe je dat 10 jaar over. De doelen zijn dus eigenlijk voor iedereen heel divers. Maar al deze punten, al deze letters van SMART, waaraan je doel eigenlijk moet voldoen, die helpen je wel om een goed doel op te stellen. Waarbij je dus echt voor jezelf iets acceptabels maakt. Maar wat je ook kunt meten, zodat je ook tussentijds kunt zien van, lig ik op schema om een doel te gaan bereiken? Moet ik dingen in mijn budget gaan veranderen om bij te stellen om een doel te gaan bereiken? Dat is het allemaal omdat het meetbaar is. En dan kun je dus in punten in de toekomst eigenlijk al tussenstapjes gaan nemen of balans opmaken in die tijd. Lig ik op schema of moet ik dus iets doen? Dat soort dingen allemaal. En daarom is dat heel belangrijk om in ieder geval een doel op te stellen. Dat je iets hebt om naartoe te werken. En dat je doel SMART maakt, zodat je je eigen kunt controleren. Lig ik op schema en is het doel gewoon een goed doel. Ik hoop dat je in ieder geval ook hier geholpen hebt met deze video. Vond je het een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het minder? Geef een duimpje omlaag. En laat ik even weten waarom je het goed vond of waarom je het minder vond. Dan neem ik dat weer mee in de volgende video's. Dit was dus de tweede video uit deze serie. Volgende week woensdag komt het derde deel uit deze serie. Daarin gaan we de derde stap behandelen. Heb je eigenlijk nog niet geabonneerd op dit kanaal? Klik dan even op de link of op de button hieronder. En graag tot de volgende keer. Leuk dat je deze video tot het einde hebt gekeken. Laat even een duimpje achter als je het een leuke video vond. En laat ook even een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen. En in ieder geval jullie feedback mee te nemen in volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan hieronder op het logootje om je te abonneren op het kanaal en geen enkele video meer te missen. Dan hebben we als laatste nog hier rechtsboven een video, dat is de meest recente video. Met daaronder een video die volgens YouTube het beste bij jou past, gebaseerd op jouw kijkgedrag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.